Dag allemaal, hallo, Anne-Claire Welman hier. Onze website is cvowi.eu en dat staat voor Church Without Walls International. We zijn op dit moment in Helsinki, net terug even van een ontmoeting van vrienden. En vandaar dat ik een beetje te laat ben, maar ik wil toch graag de Facebook Live video doen met jullie. Goed, vorige keer heb ik het gehad over Handelingen 15, over de vraag die daar was, moeten mensen, zeg maar heidenen, niet joden is dat, moeten die de wet van Mozes houden? En we hebben uitgelegd wat uiteindelijk de conclusie was. Vandaag wil ik met jullie een aantal teksten lezen en dan ben ik helaas mijn Nederlandse Bijbel vergeten, maar ik heb hier mijn iPad voor me, dus ik probeer het op te zoeken in mijn iPad. En ik wil met jullie even naar 1 Corinthians 10 gaan. Kijk, Paulus zegt in Galaten 5, houd de stand en laat niemand je van je vrijheid beroven. In 1 Corinthians 10, daar zegt Paulus vers, wat is het daar ik daar heb? 25 geloof ik. Vers 23, dat je alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Dat was namelijk een vraag. In de brief van de Corinthians gaat Paulus heel veel vragen beantwoorden die zij aan hem schreven. En een van die vragen was, mag je vlees eten wat verkocht wordt, zeg maar, in de vleeshallen? In de vleeshallen werd namelijk vlees verkocht dat voor die tijd geofferd werd aan afgoden. En dan waren er christenen die zeiden, nou, dat is aan een afgod geofferd, dat vlees mag je niet kopen en niet eten. En anderen zeiden, nou, dat maakt helemaal niet uit, want een afgod stelt helemaal niks voor. Dus de vraag was aan Paulus, mogen wij dat eten? En dan zegt hij vers 23, alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Niemand zoekt het zijne, maar wat van de andere is. Al wat in de vlees had te koop is, moogt gij eten, zegt hij, zonder navraag te doen uit het gewetensbezwaar. Want de aarde en haar volheid is van de Heer. Indien een van de ongelovigen u uitnodigt en gij wenst te gaan, eet dan alles wat u voorgezet wordt, zonder dat gij navraag doet uit het gewetensbezwaar. Met andere woorden, vandaag de dag zijn er heel veel christenen die zeggen van nou, we moeten ons houden aan de spijswetten uit het Oude Testament. Dat wil zeggen dat je onder andere geen varkensvlees mag eten. En die zijn er zo streng in dat als jij ze dan een maaltijd voorzet, dat ze dan navraag doen. En zeggen van, maar zit daar varkensvlees in? Wat zit erin? Als je zegt, ja, dat zit erin. Oeh, dan wil ik het niet eten. Maar hij zegt hier, als iemand je uitnodigt, zegt een van de ongelovigen, geen wens te eten, eet alles wat u wordt voorgezet zonder dat geen navraag doet uit gewetensbezwaar. Toch als iemand tot u zegt, dat is gewijd vlees, eet het dan niet om hem die u dat te kennen gaf en om het geweten. Niet jouw geweten, maar het geweten van diegene. Dus met andere woorden, als iemand zegt, ja, bijvoorbeeld die gaat ergens uit eten, hè, of die ander zegt van, nou, hier zit wel varkensvlees in. En die denkt dus van, nou, dat kun je beter niet eten. Doe dat dan niet, omdat hij dat genoemd heeft en vanwege het geweten van die ander. Ja, want hij zegt inderdaad, ik bedoel niet je eigen geweten, maar dat van die ander. Want waartoe zal mijn vrijheid beoordeeld worden door een anders geweten? Indien ik onder dank zeggen van iets gebruik maak, hoe kwam mijn kwaad spreken over iets waarvoor ik dank? Of gij dus eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet het alles ter ere God. Dat geeft aan nog Joden, nog aan Grieken, nog aan de gemeente Gods aanstoot. Met andere woorden, zorg er niet voor dat je een struikelblok bent voor anderen. Dan wil ik even met jullie naar Romeinen gaan, hoofdstuk 14. En dan beginnen we even bij vers 1. En dan zegt Paulus, hij gaat er over hetzelfde onderwerp, hè, of je feesten mag houden, moet houden, enzovoort. Hij zegt, aanvaard de zwakken in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen. De een gelooft dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet plantaardig voedsel. Paulus noemt dat de zwakke. Interessant. Hij zegt, maar wie wel eet, minacht hem niet die niet eet. En wie niet eet, oordelen hem niet die wel eet. Want God heeft hem aanvaard. Wie zijt gij dat gij een andersknecht oordeelt? Met andere woorden, wie ben jij dat jij een oordeel hebt over de knecht, hè, over iemand anders van de Heer? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen Heer aan. Maar hij zal staan en blijven van Heers bij macht hem te doen staan. Deze immers, dus iemand bijvoorbeeld, stelt de ene dag boven de ander. Bijvoorbeeld de een zegt we moeten samenkomen op de Sabbat en de ander zegt nee, het moet de zondag zijn. Hij zegt ieder voor zijn eigen besef moet ten volle overtuigd zijn. Want wie aan een bepaalde dag hecht, die doet het om de Heer. En wie eet, die doet het om de Heer. En wie niet eet, laat het na om de Heer. En ook hij dankt God, want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, het is voor de Heer. En als wij sterven, het is voor de Heer. Het zijn wij dan leven, het zijn wij sterven, wij zijn van de Heer. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat hij en over doden en over de levende heerschappij zou voeren. Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Met andere woorden, waarom oordeel je degene die wel eet? Of waarom oordeel je degene die niet eet? Of wat minacht gij uw broeder?
want wij zullen alle gesteld worden voor de rechterstoel Gods. Kijk, de rechterstoel wil niet zeggen, dat is geen kwestie van ga ik naar de hemel of ga ik naar de hel. Nee, als je in hem gelooft, dan ga je naar de hemel. Maar de rechterstoel, dan word je beoordeeld, dat geeft de Heer beloningen, hè, naarmate wat je gedaan hebt in je leven. Daar word je voor beloond eigenlijk. Dus dat maakt dan uit wat jij doet. Met andere woorden, hij zegt, wat je doet het voor de Heer. Hij zal jou beoordelen voor waar jij geloof voor hebt. En hij beoordeelt die ander. Je kan niet zeggen, als je voor de rechterstoel van Christus staat, van ja, maar die en die geloofde dat, dus daarom heb ik dat gedaan. Nee, je moet zelf rekenschap afleggen voor wat jij doet. En dan gaan we even naar vers 13. Laten we dan elkaar niet langer oordelen, maar kom liever tot dit oordeel, uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. En dan zegt Paulus, heel interessant, ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets uit zichzelf onrein is, alleen voor hem die iets onrein acht, is het onrein. Dat zegt Paulus. Hij is opgegroeid als Jood, de Joden. Hij heeft gestudeerd aan de voeten van Gamaliel. Hij was doorkneten in die schriften, in de wet. En hij deed zijn best om die wet zo goed mogelijk te houden. Toen komt hij tot geloof en hij leert van de Heer zelf over wat het wil zijn, genade. He, en dat als je de wet was daar om ons te wijzen naar Christus, wat staat in Colossensen, he, dat die dingen, het eten en drinken en feestdagen en de Sabbat en dergelijke, staat in Colossensen 2, dat zijn schaduwen van dingen die gaan komen. Ze wijzen naar iets, he, zoals de Sabbat bijvoorbeeld het verwijst ons naar de Sabbat die gaat komen als Christus hier zal regeren op aarde voor 1000 jaar lang. Dus al die dingen zijn een teken dat iets gaat komen. Maar als het echte gekomen is, dan ga je niet meer terug naar die verwijzing. Als je bijvoorbeeld op de snelweg rijdt en je gaat naar een bepaalde stad, naar Apeldoorn, zeg maar. Vroeger volgde je, zeg maar, de signs, wat is dat? In ieder geval de bordjes richting Apeldoorn. Tegenwoordig gebruik je TomTom of zo. Maar als je die bordjes gevolgd hebt, op een gegeven moment kom je in Apeldoorn uit. Dan ga je in Apeldoorn niet meer zoeken waar die bordjes zijn, want die zijn er niet meer, want je bent er al. En je gaat ook niet meer terug naar de snelweg om dat bordje te zoeken. Dat is wat Paulus daar zegt, de Colossenzen, dat zijn schaduwen van dingen. En als het echte gekomen is, hij zegt, Christus is het echte, dan ga je niet meer terug naar die schaduw. Denk er even over na, dat is een goeie. Goed, we gaan even verder hier bij Romeinen 14. Daar zegt Paulus, indien uw broeder door iets dat gij eet gegriefd wordt, wandelt gij niet meer naar de eis der liefde. Dus met andere woorden, als je weet dat jouw broeder of jouw zuster geen varkensvlees eet, en jij eet het wel, en je weet dat hij de aanstoot aan neemt, dan wandel je niet meer naar de eis der liefde. Breng niet door uw eten hem te verderven voor wie Christus gestorven is. Laat van het goede dat gij hebt geen kwaad gezegd worden. Want het koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede, blijdschap door de Heilige Geest. Even kijken, dan zegt hij in vers 19, laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet ter wille van spijs het werk van God af. Alles is wel rein, maar het is verkeerd voor de mens als hij door zijn eten tot aanstoot is. Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot. Dus het gaat niet om jou. Je vrijheid die jij wel of niet hebt, die mag je niet misbruiken als het je broeder of je zuster aanstoot geeft, als die zich daaraan ergert. Dus die ander gaat voor, dat is de wet der liefde. Heb je naast de lief als jezelf en misschien nog wel meer dan jezelf. Houdt gij het geloof dat gij hebt bij uzelf voor het aangezegd Gods. Zalig is hij die zich geen verwijten maakt bij hetgeen hij goed acht, maar wie twijfelt wanneer hij eet, is veroordeeld omdat hij het niet uit geloven doet. En al wat niet uit geloven is, is een zonde. En dan zegt Paulus daarna in Galaten 5, houd de stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Dat zegt hij tegen die Galaten waar we het de vorige keer over hadden. Die broeders die daar binnenkwamen en die hun eigenlijk weer onder de wet wilden hebben, wilden zeggen van dit mag je wel, dat mag je niet, je moet de wet houden. Vandaag de dag hoor je daar ook heel veel over, dat we bepaalde wetten moeten houden, dat we bepaalde dagen en feesten moeten houden, op de Sabbat moeten samenkomen. Maar Paulus zegt, iedere dag is gelijk en wat je eet of drinkt, je doet het voor de Heer. Zorg er alleen voor dat je geen aanstoot geeft aan je broeder en zuster, want de allerhoogste wet in het Nieuwe Testament is de wet de liefde. Zo simpel is het, mensen. Dus veroordeel een ander niet. Denk niet dat je meer bent als je het niet doet of als je het wel doet. En want die neiging hebben we allemaal, dat we een ander veroordelen of minachten, en maar eer je broeder en je zuster, want ook voor die broeder en zuster is de Heer gestorven. Graag zie ik je de volgende keer weer.